Aan het begin van elk seizoen wordt de selectie van NEC in een nieuw pak gestoken. Dit seizoen zal Koef als casual wear supplier van NEC de spelers van nieuwe kleding voorzien. Maar eerst moesten de spelers de nieuwe kleding nog even passen, zodat er voor iedereen bij de start van het seizoen een outfit op maat is. Jouw binnenkomst bij NEC ging al gepaard met heel veel aandacht van de vrouwelijke voetbalfan van NEC. En dan trekken ze jou ook nog zo'n pak aan. Ja, ze doen er wat voor, hè. Nee, maar het kostuum hoort erbij, dus ja, het is normaal. Vind je het ook wat? Ja, ik vind het eigenlijk wel prima. Het is redelijk casual, niet zo'n strak pak waar ze op kantoor aan hebben. Dus dat is alleen maar beter. Normaal is dat wel. Bij jouw vorige clubs moest je wel altijd strak in het pak en nu is het wat meer casual geworden. Ja, bij Willem II hadden we gewoon, gewoon zo'n driedelig pak en een beetje saai. Nou, we deden al een tijdje de schoenen voor de spelers en nu het complete outfit. Dus daar zijn we blij mee. En waarom ben je daar blij mee? Waarom is het mooi om Koef aan NEC te binden? Nou ja, we hebben een NEC-hart en daarnaast is het een mooi uithangbord natuurlijk. Wat is Koef eigenlijk? Koef is een hele mooie mannenzaak in Nijmegen. Koef is ook een conceptstore met een kapsalon en heel veel sneakermerken. En we hebben inmiddels 3 vestigingen. Vandaag hebben jullie de kleren gepast. Wat voor een stijl hebben jullie voor de spelers van NEC gekozen? Casual chic, zoals wij dat noemen. Dus wel gekleed met een blazertje. Maar daarnaast gewoon een mooie sneaker eronder en een mooie chino. Kun je dit pak thuis aan iemand op de bank showen en een oordeel daarover laten vellen? Of laat je dat liever over aan de vrouwelijke NEC-fan? Oh nee, laat dat maar aan de vrouwelijke NEC-fans over. Die kennen dat ook wel. Maar er is ook iemand op de bank die het zou kunnen. Ja, die kan dat ook wel, maar die heeft er niet zoveel over te zeggen, denk ik. Fans meer dus. Ja.